Jij doet dit altijd voor televisie. Hoe gaat dat nou, zo'n dag? Ja, nou, we zitten in de auto, we gaan naar een locatie toe. Eerst even rondleiding en dan gewoon lekker aan de gang gaan. En ja, heel bijzonder is het niet, maar het is natuurlijk wel leuk om alles te zien en zo. Hey, en als je dan, soms gaan opnames wel eens fout, hè? Ja. Nou, dat noemen ze dan bloopers. En die heb ik best wel vaak. Dan kan je niet uit je woorden komen of zo. Dan krijg je opeens een hele erg melige bui. Maar je moet heel vaak opnieuw en zo. Maar dat is ook weer leuk. Want, maar als je dan steeds weer hetzelfde moet zeggen, dat is wel soms wel vervelend. Maar dan ben je take 1, take 2, take 3. En op een gegeven moment take 5. Maar dat is wel grappig. Hoe lang duurt dat dan, zo'n programma maken? Nou, dan ben je soms wel 4 uur in een bedrijf of zo. Voor maar 3 minuutjes die op tv komen. Dus dan, en dan ga je ook steeds opnieuw, terwijl echt maar heel kort eigenlijk een stukje op tv komt. Vind je het leuk werk? Ja, echt heel erg. Ja, het is gewoon, je kan gewoon lekker vertellen en je gang gaan en lekker nieuwsgierig voor een keertje. Maar ik weet niet of ik later dat wil worden, maar ik wil wel iets met tv en spotlight. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, de presentatrice deed het weer prima vandaag. We zijn er heel vlot doorheen gegaan en ze heeft het verhaal duidelijk op een rijtje. Dus, ja, is ze ging getalenteerd? Prima. Is een getalenteerd meisje, ja, dat wordt wel wat. Hey, en wie is dit? Nou, dit is mijn nichtje, Jamily. Vind je het leuk om te zien hoe je nicht werkt? Ja. Vertel eens erover. Vond je het spannend vanmorgen toen jullie weggingen? Wat dacht je toen? Toen dacht ik dat we heel veel dingen gingen doen. Maar nu zie ik alleen dat we bijna met interview te maken hebben en zo. Is het eigenlijk een beetje saai werk? Nou, een klein beetje.